jullie mee? Yes. In dit pand zitten Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis aan de VWS-kant. En Tamara van Ark en ik aan de sociale zakenkant. En Hugo de Jonge is een vriend van u, of niet? Het is een collega die ik elke morgen weer tegenkom in de parkeergarage als we gezamenlijk beginnen. Maar ook Rotterdammer. Ook Rotterdammer, ja. We lopen een stukje door. Sowieso zitten er 5 Rotterdammers in dit kabinet. Dat is sowieso al een pluspunt. Ja. Ik neem deze even. Dankjewel. En hier komen we dus uit bij het ministerie van Sociale Zaken. Hoeveel mensen werken daar? Hier in Den Haag, ik weet eigenlijk niet precies, maar ik denk 1500. Ja, ik zit even naar het kijken. Klopt dat? Ja. We gaan het even uitzoeken. Ja. Hoi Robby. Hoi. Pas op, er is een camera achter me aan. Een mooie kamer. Kom binnen. Nou meneer Koolmees, ik mag toch wel zeggen, de man met de moeilijkste baan, of niet? Nou, ik weet niet of dat zo is. Nee. De moeilijkste opgave? Wel een hele ambitieuze opgave, als het gaat over die arbeidsmarkt, pensioenen, integratie, dus zeker. Maar of het de moeilijkste is, dat durf ik niet te zeggen, nee. Volgens mij staan in het regeerakkoord veruit de meeste ambitieuze plannen bij het kopje ministerie van Sociale Zaken. Of in ieder geval onderwerpen die onder u vallen straks. Mm-hmm. En daar moeten we ook heel veel mensen voor mee gaan krijgen om dat door te voeren. In het regeerakkoord is ook heel veel afspraken gemaakt die moeten worden afgestemd met de werkgevers en de werknemersorganisaties. Dus inderdaad een groot deel van de eerste 100 dagen die ik nu heb gehad, heb ik gebruikt om in contact te komen met de vakbonden en met de werkgeversorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld met instellingen als de MBO-raad, het gaat over opleidingen. Om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk die agenda voor elkaar kunnen krijgen. En dat is een grote opgave, dat ben ik me zeer van bewust. Ja. Als we mensen over u vragen, zegt iedereen eigenlijk, nou meneer Koolmees, dat is een hele vrolijke, intelligente econoom. Die houdt van harmonie. Ja. Dat klopt. Waarom denkt u dat u bent gekozen om deze ontzettend ingewikkelde klus te gaan klaren? Ja, dat moet u eigenlijk vragen aan Alexander Pechtold. Toen ik hem vroeg, Wouter, zou jij dat ministerie dan willen doen? Een van toch wel de topprijzen die je als partij kan binnenhalen. Sociale zaken, werkgelegenheid en integratie. Toen zag ik hem aan de ene kant glimmen, want hij was best trots. En toen zei hij, die hele portefeuille? Ik zei, jazeker. En er moet nogal wat gebeuren. Hij zal zijn kwaliteiten moeten inzetten. En hij heeft er 2 die ongelooflijk belangrijk zijn. Aan de ene kant is het toch een beetje een knuffelbeer waar iedereen naar wil luisteren. En aan de andere kant is het een spijkerharde, want hij weet alles van de inhoud. Ik zou het heel graag heel kort even nog over uzelf willen hebben. Oh, wat leuk. Mijn favoriete onderwerp. Wat vinden ze er thuis eigenlijk van? Kijk, ik heb hele jonge kinderen. 6 en 3. Dus die hebben geen idee. Dat is ook wel een voordeel. Zitten ook niet op social media. Lezen nog geen krant. Dus schoonpapa. Schoonpapa. Ze hebben geen idee. Af en toe rijden we wel eens langs, zal maar zeggen, het Binnenhof. En zeg ik, daar werk ik. Oké. Ja, mooi. Dat is ook wel overzichtelijk, zou ik zeggen. En voor de rest, kijk, thuis hebben we het ook wel van tevoren over gehad. Al tijdens de formatie, zou ik maar zeggen. En dat moet je wel goed afstemmen. En bovendien, ik vind het ook belangrijk dat er een evenwicht is tussen werk en gezin. Dus ik probeer ook elke morgen nog, niet als statement wil ik erbij zetten, ik probeer wel mijn kinderen naar school te brengen. Omdat ik vaak s'avonds ben ik er niet. En gaat dat dan met de ministersauto? Nee, of gewoon op de fiets? De fiets, ja. En wordt u dan anders aangekeken op het schoolplein? Nou, dat valt misschien nog mee. Dat valt wel mee. Of heeft u het niet door? Gewoon? Nee, dat, ik heb het in ieder geval niet door. Ik merk er niks van. Ja. Ik ben begonnen bij de MAVO en toen bent u toch langzaam omhoog gegaan. Ik heb een MAVO-diploma, vervolgens ben ik naar 4 HAVO gegaan. En
van 4 HAVO naar 5 VWO. Toen een VWO-diploma gehaald en toen naar de universiteit gegaan. Hey, kijk nou. Nou, dit is het. Wat is dit voor ruimte? De ministerskamer is dit. Of de ministerszaal wordt die ook wel genoemd. En als je dan een vergadering hier hebt, dan zegt de secretaresse, we zitten op zaal. Het lijkt ook wel of je in de zorg bezig bent natuurlijk. Maar ja, dit is het. Dus met name als je wat grotere groepen ontvangt. Ik had van de week een bestuurlijk overleg met allerlei wethouders van de VNG. Nou, dan doen we dat hier. En wat nu de tafel is nu gedekt voor het bewindspersonenoverleg. Dat is iedere donderdagavond. En dan hebben we BPO, zoals dat heet. En alle partijen hebben dat eigenlijk. En dat is ja, toch een vorm van afstemming eigenlijk binnen het eigen smaldeel. Dus daar zitten de top van de CDA-fractie en de bewindslieden van het CDA. Met een schepschotel. Ja, het wordt heel goed voor ons gezorgd. Dus ik zal even kijken wat het is. Wil je het echt weten? Ja. Het is Gordon Bleu met Witlof en Rusty, als je het echt wil weten. Voelt u zich al een beetje thuis hier? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik werk er ook al een paar maanden natuurlijk. Ja. Dus ja, ik had schilderijen verhangen. Dus ja, eigenlijk wel. Wat zijn het voor schilderijen? Nou, die schilderijen die zijn door mijn broertje gemaakt. Ik vond het mooi om hier op te hangen. De muren zijn zo groot. Dus ik heb aan mijn broertje gevraagd of ik in bruikleen een aantal schilderijen mocht krijgen. En ik vind ze hier de boel flink opvrolijken. Zit u daar wel eens? Nee, daar zit ik eigenlijk nooit. Nee. Nee, in mijn vorige kamer had ik mijn bureau op den duur ook weg laten halen. Omdat daar, ja, ik zit nooit achter een bureau. Mijn werk is ja, toch pratend hier aan tafel met de mensen die ik uitnodig. En met stafvergaderingen. Dus nee, het werk gebeurt hier eigenlijk. Je moet toch heel veel lezen? Jazeker. Dat doe je in de auto en thuis natuurlijk. Maar als ik hier ben, is mijn werk vooral ja, vergadering, toch? Ja, is het een praatbaan? Het is absoluut een praatbaan, ja. Het is inderdaad, het is heel veel voorbereiden, gewoon lezen. Stukken lezen, stukken schrijven of aftekenen. En voor de rest is het inderdaad heel veel praten, ja. Even terug naar deze ruimte, want ja. U zit nu aan deze tafel, ja. Maar die wordt ook gebruikt voor het overleg met andere bewindspersonen. Kunt u daar iets over vertellen? Van wie is er aan het woord en hoe gaat dat? Is er een hele strakke agenda of is het wat informeler? Hoe werkt dat? Ja, over het coalitieoverleg worden natuurlijk geen mededelingen gedaan. Van worsten en van wetten, zei Piet Hein Donner wel eens, daar moet je niet van willen weten hoe ze gemaakt worden. Dat geldt ook wel een beetje voor coalitieoverleggen. Er is geen echte agenda. En eigenlijk wat we proberen te doen, en ik denk ook dat dat de enige manier is waarop een coalitie met 4 partijen kan werken, is toch met enige ontspannenheid in de wedstrijd zitten. Iedereen snapt dat je, als je met z'n 4 samenwerkt in zo'n coalitie, dat je elkaar ook een beetje de ruimte moet gunnen. Dat je niet alles kunt dichttimmeren en platpolderen. En dat is dus ook niet wat hier op maandagochtend gebeurt. Heeft er al wel eens iemand gezegd van, nou, dat is toen bij de onderhandelingen wel besproken, maar ik wil het daar toch nog even over hebben, want ik zie het toch anders. Kunnen we dat niet even opnieuw bespreken? Dat weet ik eigenlijk niet, maar weet je, dat is ook niet zo praktisch hoor, om dat te doen. Dat zou ik mensen ook wel willen ontraden. Weet je, wat er is afgesproken, moeten we gewoon gaan doen, want daar is namelijk 7 maanden over gesproken. Het is zeker in een coalitie met 76 zetels, helpen we elkaar denk ik niet als wij binnen het kabinet of onderling enorm heftige ideologische debatten zouden gaan zitten voeren en uit zouden gaan zitten vechten. Ja, dat is wel leuk als tijdverdrijf, zeg maar. Het vult de dag. Maar daar hebben mensen in het land niet zo heel veel. Daar hebben ze niet zo heel veel aan. Want wat je moet doen, is toch heel vaak gewoon kijken ook wat haalbaar is. Kijken wat praktisch mogelijk is. En gewoon aan de slag. En dat is toch in deze rol, aan deze kant van de tafel, is het toch een kwestie van
praktisch mouwen opstropen en gaan. Net op tijd. En nu door naar het? We gaan nu naar de onderraden. Dus dat zijn eigenlijk de voorbereidende vergaderingen voor de ministerraad. Onderdelen. Dus ik heb zo meteen eerst de economische ministers en daarna de sociale ministers. Spannende dingen op het programma? Zeker, maar ik ga u niet vertellen wat. Zijn we weer? Zijn we weer. En we rijden even een stukje mee als u dat oké vindt. Ja? Ik zag dan heel veel wijzen eruit komen lopen. Wijzen? Ja, zo heet het toch? De mensen van het CPB. Ja, klopt. Van, ja, SCP, Kim Putters, Laura van Geest waren erbij. Dat is gebruikelijk bij die onderraden. Dat de kennisbureaus ook meedenken. En dan vertellen ze van, nou, dit zien wij als ontwikkeling in Nederland. En ja, en zo kijken wij tegen dit probleem aan. En dan helpen ze eigenlijk ons om wetenschappelijk goed onderbouwd beleid te voeren. Wat een leerzame gesprekken dan toch? Want u bent jarenlang Kamerlid geweest en opeens zit u daar dan toch bij. Ja, het is echt heel leerzaam. Het gaat natuurlijk over heel veel terreinen. Vanmorgen hebben we het dus inderdaad over zorg, over arbeidsmarkt, over ruimtelijke economie. Het zijn heel veel onderwerpen, een heel breed palet aan onderwerpen waar we het over hebben. Dat is heel leerzaam om allemaal te kunnen volgen. Je hebt natuurlijk allerlei ambities. Ik heb wat heel grote ambities als het gaat over het werk van mensen. Ik vind dat te veel mensen nu van flexcontract naar flexcontract gaan. Daar willen we iets aan doen. En dan moet je ook voor zorgen dat je dat goed uitgevoerd krijgt in de praktijk. Maar kan je dan nog wel idealistisch zijn als je dit? Ja, zeker. Je moet idealistisch zijn. Als je dat niet bent, dan lukt het niet. Dus je moet wel de idealen hebben en ook een ambitie hebben om het voor elkaar te krijgen. En dat heb ik. Alleen in de praktijk komt er gewoon heel veel praktische problemen om de hoek kijken die je ook moet oplossen. Maar daar word je toch moe van? Nee, dit werk krijgen we lopen hier tegenaan. Iedere dag een nieuw probleem. Maar het is ook leuk en ook uitdagend. En het hoort er ook bij. Dus het is ook onderdeel van de baan, zou ik maar zeggen. Van het ambt. En dat wist u eigenlijk ook? Dat wist ik eigenlijk ook al. In mijn vorige leven heb ik ook voor Gerrit Salm gewerkt bijvoorbeeld. Dus dan weet ik ook in de praktijk hoe dat werkt. Ja. Waar je allemaal tegenaan loopt. Waar je tegenaan loopt, ja. Nou, we zijn er alweer. Ja, een kort stukje. Nou goed, we lopen. Ga je mee naar binnen? Ja, we gaan mee. Ik mag een stukje gaan naaien, toch? Ja, ik vind het echt. Ik heb hem opgebreid. Ik zei dat mijn moeder deed het vroeger ook altijd, dus ik zou het moeten kunnen. Dit is de pedaal, hè? Ja, als je op de brug die gaat hoger. Ja? Het is echt heel ontspannend dit, dames en heren. Om zo even. Wordt een beetje zenuwachtig. Laat de leermeesters even ook gewoon hier komen. Nee, keurig, hè? Laten zien, samen met u. Ja! Ja. Het is gelukt. Dag, hoi. Dag, welkom. Fijne dag. Tot ziens. Iedereen kijkt naar mij zo van. Ja. Kom. Circus, hè? Ja. Het is wel een beetje circus, hè? Ja, ik word er bijna ongemakkelijk van. Iedereen luistert zo naar je. Ja, precies. Ja. Er staat zo stilte om. Een stilte, een beetje de jarige op een. Dat het eigenlijk niet om mij gaat. Het gaat om de mensen hier, die, zoals mevrouw net, die aan de slag kan binnenkort als vakkracht. Nou. Ja. Hoe voelt u? Leuk. Ja? Ja. Hoeveel van die bezoeken heeft u nou normaal? Elke week wel een paar. Elke week een paar? Ja. Dit is natuurlijk een heel kort bezoek in Den Haag, vlakbij het kantoor. Dus een half uurtje heen en weer. Maar ik vond het wel leuk om hierbij te zijn, omdat het echt een initiatief is van onderop. Van mensen die zelf zijn begonnen met de ambachtsacademie. Die zelf zien dat er een tekort is aan vakkrachten. Die zelf ook de koppeling hebben gelegd met oudere werklozen die een baan zoeken. Merkt u hoe belangrijk deze mensen vinden dat u hier bent? Ook al is het maar een kwartier. Ja, dat is toch wel bijzonder. Dat is bijzonder om mee te maken. En nu? Wat staat er nu op het programma? Is het einde dag? Nee, zeker niet. Ik ga nu terug naar het ministerie. Daar heb ik een overleg over pensioenonderwerpen. Daarna ga ik naar het ministerie van Economische Zaken. Daar heb ik het over techniekpact. Dus de technische beroepen en de tekorten daaraan. En als het goed is, ga ik daarna nog iets doen, maar dan weet ik even niet wat. Lange dag nog. Ja, we zijn even bezig. Nog. Vertel eens,
Wilt u eens een kop koffie of dat lijkt mij wel een goed idee? Oh, ja, nee, dat is heel goed. En dan heeft u, oké, helemaal prima. Hi, goedemiddag. Het was wat later, maar ga gewoon verder. Veel gesprekken voeren met mensen. Dat is toch de manier om te zorgen dat je een echt beeld van de werkelijkheid krijgt. En weten dat als je een werkbezoek doet, dat je altijd een gepolijst beeld van de werkelijkheid krijgt. Als je mensen thuis uitnodigt, dan laat je vaak ook de georganiseerde versie van je huis, de opgeruimde versie van je huis zien. Maar ik ben ook altijd wel benieuwd naar die rommelige versie van dat huis. Ja? Wat ga je eten? Nassie. Oh, lekker. En nou stond er binnen een orgel en een piano. Hier staat weer een piano. Oh, je gaat eten op de groep. Ja. Jij wil even spelen. Kan je even wat... Doet hij het? Ja, hij doet het zeker. Ja. Ik weet alleen niet of hij gestemd is, maar hij doet het wel. Ik kan alleen geen piano spelen. Is dat een probleem? Nee hoor. Ga lekker zitten. Zo ongelooflijk vast. We gaan zo eten, toch? Ja, we gaan hier eten. Oh, wat heb je warme handen. Kijk eens. Ja. Alsjeblieft. U zegt stop, hè? Ja. Zegt u zelf stop? Ja, precies. Zo. Kijk eens. Alsjeblieft, hoor. Even kijken. Deze nog, denk ik, hè? Ja, die twee. Dat vind ik nou zo gezellig. En wat ik zo mooi vind om te horen is dat u eigenlijk na uw verhuizing naar Amsterdam gewoon lekker voor Feyenoord bent gebleven. Dat vind ik nou zo mooi. Ja? Dat u gewoon voor Feyenoord bent gebleven toen u naar Amsterdam ging verhuizen. Dat vind ik nou zo mooi. Toch? Klopt toch? Zo is dat. Ja. Hoe vond u het vandaag? Mooi, mooi. Ik vond het heel mooi. Ik vond het was mooi om te zien met hoeveel overtuiging, met hoeveel passie zij hun werk hier vormgeven. Dit is nou echt een voorbeeld. Verpleeghuis. Je zou denken dat mensen juist hier heel graag willen werken. En dan hebben ze toch nog 15 openstaande vacatures. Ja, ik denk dat dat de grootste zorg is die je überhaupt over de zorg op dit moment moet hebben. Kijk, geld is niet ons grootste probleem. Zeker inderdaad voor de ouderenzorg is heel veel geld extra geregeld. Dus daar zit niet ons grootste probleem. Ons grootste probleem zit echt, hebben we wel voldoende mensen? De dilemma's. Ja. Wat kan ik winnen? Rotterdam of Den Haag? Rotterdam. Rotterdam of Den Haag? Rotterdam. Vast of flex? Vast. Verpleeghuis of thuiszorg? Thuiszorg. Werkgevers of vakbond? Allebei. Ministerie of Kamer? Ministerie. Vast of ZZP? Allebei. Dat mag niet de hele tijd. Oké, okay, VVD of D66 dan? CDA. VVD dan, vooruit. Buma of Rutte? Die keuze ga ik niet maken. Rutte of Pechtold? Nou, dat kun je niet maken. Een soort Sophie's choice is dit. Die krijg ik altijd gedoe mee. Pia Dijkstra of Carola Schouten? Ah, nee joh. Het zijn onmogelijke keuzes. Oké, okay, Pechtold... Ja? Of Rutte? Ja, vooruit, Rutte. Nieuwsuur of Luizenmoeder? Luizenmoeder. Bruins of Blokhuis? Ah, dit is... Nou, nu word je echt... Dit kun je echt niet doen. Hier passen. Hier zet ik mijn joker in, kan dat? Ambtenaar of politiek leider? Met al politiek leider. Lokaal of landelijk? Nu landelijk. Nu? Ja. En later? Dat is later. Oké, okay, dankjewel. Waar gaan we heen? We gaan weer terug naar Rotterdam. Lekker naar huis? Ja, inderdaad. Zien ze u daar nog wel eens? Jawel. Kijk, helemaal ideaal is de combinatie nooit, maar... Wat ik probeer is 's ochtends de ontbijttafel samen door te brengen. Dat probeer ik te doen. En dat gaat eigenlijk prima. Dus ik probeer altijd zelf de kinderen de deur uit te doen naar school.
De oudste is 13 en de jongste is 10, dus je hoeft ook niet echt meer mee de klas in. Sterker nog, dat hebben ze eigenlijk liever niet. Dus, maar ik help ze wel altijd even de deur uit 's ochtends. En 's avonds, kijk, ja, dat, ik ben meestal natuurlijk pas laat thuis, dat klopt. Hey. Hoi, jij wilde me nog even spreken. Ja, morgen ga jij naar die schrapsessie in Utrecht. Ja, morgenavond, ja. Wil daar misschien bij zijn. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het prima. Ja hoor. Ik vind het prima. Is mijn verhaal al af? Bij een speech? Volgens mij ga je daar niet speechen, maar ga je vooral echt op bezoek en kijken en luisteren vooral hoe ze regels gaan schrappen, hoe ze dat willen gaan aanpakken. Oké, prima. Niet de organisator, maar je komt echt luisteren. Oké, helemaal prima. Is goed, ja. Regel maar. Ja, is helemaal goed. Anders nog iets? Nee, dat was het. Oké. Okay. See you. Hi. Okay.